Wat vind jij van hem, hoe hij zich ontwikkeld heeft als premier de afgelopen 10 jaar? Ja, ik denk dat één belangrijke eigenschap waarom hij ook zo lang overleeft en het zo goed met heel veel mensen kan vinden, is dat hij nauwelijks een ego heeft. Hij wil niet per se iets wel of iets niet. Hij noemt het zelf als, ik heb geen behoefte aan visie, want dan moet je naar de oogarts gaan, et cetera. Dus hij heeft, uiteraard heeft hij al inhoudelijke standpunten, maar hij zal daar nooit een groot gevecht over aangaan. En dat betekent dat hij dus ook heeft kunnen functioneren in kabinetten gesteund door de PVV, maar ook in een kabinet samen met Asscher. En nu weer een andere combinatie. Ja. En ja, heel veel politici hebben toch een groot ego. Die willen per se iets realiseren. Ja, een groot ego. Of die hebben gewoon idealen waar ze aan vasthouden. Ja, maar hij heeft natuurlijk, het is natuurlijk onzin om te zeggen dat Mark geen ideaal heeft. En natuurlijk ook zijn liberale opvattingen. Alleen, hij is wel in staat om in te schikken. En ook om iemand anders de zin te geven. Er zijn natuurlijk schitterende voorbeelden van. Mm-hmm. Een van de mooiste voorbeelden rond Mark is het gesprek destijds met Jolanda Sap. Dan moest een leider van missie GroenLinks komen. Ja, van GroenLinks. Er moest een missie komen. GroenLinks was er eigenlijk tegen. En Mark gaat op bezoek bij Jolanda Sap. En die gaat bij haar in de keuken zitten en praat haar in haar eigen keuken onder de tafel. En Jolanda Sap die gaat akkoord met die missie. Het is volgens mij met haar natuurlijk slecht afgelopen. Ja, maar maakt daarna haar carrière kapot. Ja, ja, maar het is al een voorbeeld van hoe Mark in staat is om met heel veel mensen goed om te gaan, compromissen te sluiten en geen ego. En hij weet ook daarna nog vrienden te blijven. Er zijn heel veel mensen. Zelfs met Jolanda Sap, begrijp ik. Ja, uiteraard ook met Jolanda Sap. Want het aardige is ook de mensen die met hebben onderhandeld, die hebben na afloop niet het gevoel dat ze gepakt zijn. Dus zelfs met Rita Verdonk. Hij geeft zo, ja, dat was een heel ander verhaal. Ja. Dat was geen kwestie van onderhandelen, ja. Het was hart op hart. Maar hij weet dus ook als hij met mensen een compromis heeft onderhandeld, dan weet hij die mensen ook nog goed te stemmen. Dus, ja. Maar meneer Nijbers, als